Minister Eugène van der Zan van Justitie en Politie heeft gisteren in DNA voor de nodige commotie gezorgd. De bewindsman ging tijdens de openbare vergadering, waarin er vragen gesteld werden over actuele zaken, in op onder andere een vraag van het lid Assis Kumar Gayadin. Dit lid had volgens de minister een vreemde vraag gesteld over liquidaties, dan wel roofmoorden, die gepleegd worden en het gebrek aan informatie vanuit bevoegde instanties naar de samenleving toe. Volgens Van der Zan kunnen in de gemeenschap op elk moment een moord of liquidatie plaatsvinden. Deze zaken moeten volgens hem onderzocht worden en daarom kan het bevoegd gezag nog geen uitgebreide informatie hierover verstrekken. Van der Zan stoorde zich echter eraan dat leden buiten de microfoon om opmerkingen maakten. Moet ik een geitendief ook hier komen beantwoorden? Zo. Minister, buiten de microfoon gaat u vaak dingen horen, alsjeblieft niet reageren. Leden, mag ik u tot de orde roepen? Minister. En ik heb dus gezegd dat in een geciviliseerde samenleving de vraag wordt gesteld hoe je zo'n probleem moet oplossen. In dat verband is er op enig moment, dat is 17 mei 2017, bij beschikking een mediatend team ingesteld om voor de regering, met name de minister van Justitie, de zaak in kaart te brengen, te onderzoeken en de minister van advies te dienen. De minister had het in deze over de kwestie geschil vakbond en korpsleiding KPS. De periode van het adviesteam is gisteren verstreken. Omdat het om een gevoelige en complexe zaak gaat, heeft de minister ervoor gekozen om op het rapport te wachten en daarna zijn bevindingen te geven. En dat uitspraak waarover ik het heb, zal niet het einduitspraak hoeven te zijn, omdat dat uitspraak een afschrift een voorstel zal inhouden aan het bevoegd gezag. U weet, op dit niveau is niet de minister het bevoegd gezag, maar het is de president. Dus mijn afweging zal de president definitief moeten honoreren of niet. Ik ga ervan uit dat als ik een correcte afweging heb gemaakt, dat ik niet verwacht dat het niet gehonoreerd zal worden. Anders ben ik niet geschikt voor die job. Jij weet het al lang, maar een aan de president minister. Die daarop een beslissing moet nemen, jouw koe. Jespol, minister Van der Zan, die zich andermaal laat verleiden in te gaan op opmerkingen die buiten de microfoon zijn gemaakt. De laatste opmerking van hem zorgde voor de nodige deining in het parlement. Tot op een bepaald moment, voorzitter, vanwege die uitlokking, kon ik die positie van die minister begrijpen. Maar als fractieleider aan deze zijde, voorzitter, kan ik niet toestaan dat de minister zegt, voorzitter, en mensen hier koe noemt. Dat kunnen we juist, niet. Dus dat vroeg ik. Ja, ik heb dat niet gehoord, niet duidelijk gehoord. En we gaan dat niet tolereren, voorzitter. En, voorzitter, ik ga u vragen om de minister op dit stuk te corrigeren. Minister, als u dat heeft gezegd, ga ik u echt vragen om uw verontschuldiging aan te bieden. Als u dat niet heeft gezegd, dan hoor ik wat u heeft gezegd. Ik heb iets buiten die microfoon gezegd. En ik wil hier staande onder uw aandacht brengen dat terwijl ik hier in de assemblee zat, ik een schrijver heb gehad van de voorzitter van de mediatum, het mediatum team. Ja, maar minister. En waarbij ik werd geïnformeerd dat het advies nog niet uitgebracht kan worden en dat ik pas over 10 dagen dat advies kan krijgen. Derhalve kan ik morgen of later op de dag geen advies uitbrengen aan de president. Ik dank u wel. Lid Jogi, kunt u zich gedragen? Let Jogi.
Wat is dat nou? Let Jogi. Let Jogi. Van der Sand weigerde in eerste instantie deze woorden terug te nemen, waardoor voorzitter Jenny Simons genoodzaakt was de vergadering te schorsen. Hierna nam de minister de woorden terug, waardoor de vergadering voortgezet kon worden.